Deze webles gaat over vervorming. We beginnen met een bekend voorbeeld van vervorming en dat is namelijk een veer. Je kunt in een uh, vrij bekend proefje, die heb je vast al wel eens gedaan, uh, gewichtjes aan een veer hangen en dan zul je zien dat hoe meer gewichtjes er aan hangt, hoe langer de veer wordt. En als je het proefje dan goed uitvoert, dan moet je uh, letten op de uitrekking van de veer en dat is het stukje wat is aangegeven in het plaatje, dus het gedeelte dat de veer ook echt langer wordt. Het is vaak interessant om jouw meetwaarde vervolgens uit te zetten in de grafiek, waarbij je op de x als de uitrekking zet en op de y als de kracht. En dan zul je zien dat jouw meetpunten bij verschillende krachten samen een hele mooie rechte lijn vormen. De rechte lijn ziet er dan zo uit, die gaat ook door de oorsprong. Uit die rechte lijn kun je dan vervolgens concluderen dat de veer voldoet aan een bekende formule, en dat is deze formule. En die staat bekend als de wet van hoek. Dus maak ik de kracht drie keer zo groot, dan wordt de uitrekking ook drie keer zo groot. is dus een recht evenredig verband. Als we nu gaan kijken naar de constante c, de veerconstante, dan kunnen we de formule natuurlijk omschrijven. Dan krijg je c is f gedeeld door u. En dan kun je ook meteen zien wat de eenheid van die veerconstante is. Dat is de newton per meter. En die veerconstante die zegt iets over de sterkte, de stijfheid van die veer. Dat is echt een eigenschap waarmee je die veer kunt beschrijven. Als je je grafiek hebt gemaakt, zoals je hier ook ziet, dan kun je de stijlheid gaan bepalen van jouw uh, getekende rechte lijn door jouw meetpunten, jouw grafieklijn. En als je dat doet, dan doe je uh, wiskundig gezien: uh, ga je, maak je een grote driehoek en dan zeg je de stijlheid gelijk, is gelijk aan het verschil in de y-richting gedeeld door het verschil in de x-richting. Maar in ons geval, omdat wij op de i-as. De kracht hebben we uitgezet dan op de x als de uitrekking. En omdat de lijn door de oorsprong loopt, loopt kan ik ook zeggen de stijlheid is gelijk aan f gedeeld gedeelte u. En als je nu even goed kijkt naar wat we hierboven hebben opgeschreven, dan zul je zien, hé hey, wacht eens even, dat betekent dus dat de stijlheid in mijn grafiek gelijk is aan die veerconstante. Ik kan de veerconstante halen uit de grafiek door de stijlheid van mijn grafieklijn te bepalen. Let er wel even op, de veerconstante. Is geen stoffen eigenschap het is een eigenschap van het voorwerp, maar uh, het is geen eigenschap van de stof waarvan het voorwerp gemaakt is. En uh, toch is het natuurlijk ook heel interessant om daarna te kijken: hoe kunnen we iets zeggen over uh, het inveren of het uitrekken van een stof, en kunnen we dat in zo'n vorm gieten dat we ook iets zeggen over uh, de stof waar, uh, waarvan het voorwerp gemaakt is. En uh, dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen aan de hand van een voorbeeldje. En het voorbeeldje wat je ziet, is een zogenaamde trekproef. Waarbij ze in dit geval een uh, stalen staaf hebben ingeklemd tussen twee grijpers. En deze twee grijpers, die, uh, die zorgen voor een kracht naar boven en naar beneden. Die trekken eigenlijk die staaf uit elkaar en verandert van vorm. Hoe groter de kracht wordt, hoe gekker het vormpje wordt. En als je maar lang genoeg wacht. Dan is de kracht zo groot uh, dat de staaf kapot gaat. Deze staaf, zullen we dadelijk zien, die gedraagt zich ook een klein beetje zoals een veer. Nou, wat is er nu van belang bij zo'n trekproef? Dat is uh, de kracht die, een rol, uh, die uh, wordt uitgeoefend, de kracht F. En dat is uh, de lengteverandering van die staaf. Je zou het niet zeggen, je kunt het ook niet heel goed zien in dit filmpje. Maar die staaf zal toch een klein beetje langer worden. Doordat er, er zo'n grote kracht op uitgeoefend wordt. Maar natuurlijk is de grootte van de kracht en de grootte van de lengteverandering sterk afhankelijk van de vorm van het staafje. En dat willen we nu niet. We willen nu eigenlijk de vorm van het staafje eh, uit het verhaal krijgen. Dat gaan we doen door niet te gaan kijken naar de kracht F, maar naar de zogenaamde spanning, die dan als eh, een letter heeft de kleine letter sigma uit het Griekse alfabet. En we gaan ook niet kijken naar een lengteverandering, nee, we gaan kijken naar de rek. En de, de rek heeft als letter de epsilon, ook uit het Griekse alfabet. Nou, we gaan eerst even kijken hoe die twee grootheden gedefinieerd zijn. En daarna gaan we die twee grootheden gebruiken om deze trekproef te beschrijven. En te gaan kijken wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens die trekproef. Nou, als eerste de spanning. De spanning uh, wordt uh, mooi weergegeven in dit plaatje, vind ik. De spanning uh, is eigenlijk niks anders dan de kracht die je op het voorwerp uitoefent, gedeeld door de grootte van het oppervlak van het voorwerp. En niet zomaar het oppervlak, maar de doorsnede van het voorwerp. Dus het oppervlak wat eigenlijk loodrecht staat op die kraan. De spanning is als volgt uh, uit te rekenen: de spanning is niets anders dan de kracht die je uitoefent op het voorwerp, gedeeld door die doorsnede A. En dan krijg je dus als eenheid van spanning de Newton per vierkante meter. Hoe zit het dan met de rek? Nou, bij de rek, ik heb hier weer even het veertje gepakt uit de eerste dia. Bij de rek ga je kijken naar het voorwerp en de lengte die het voorwerp heeft als er nog geen kracht op staat. Die noemen we dan L0. En we gaan meten hoeveel het voorwerp langer is geworden wanneer je er wel een kracht op uitoefent. Uh, dit hebben we net de uitrekking genoemd, maar in de formule van de rek noemen we dat delta L. En wat is nu de rek? De rek is niets anders dan de delta L, de lengteverandering, gedeeld door de beginlengte. En je kunt eigenlijk ook zeggen, de, de rek is niets anders dan um, hoeveel procent het um, voorwerp langer is geworden. Dan moet je alleen nog even maal 100% erachter zetten in de formule. Dat brengt me ook op uh, nog een uh, laatste belangrijke opmerking bij uh, REC. REC is eenheidsloos, dus als je dat uh, opschrijft dan is het altijd alleen maar een getal. Ik ga nu met deze twee grootheden nog eens kijken naar uh, het uh, trekproefje. En we gaan eigenlijk uit dat trekproefje een zogenaamde spanning-REC-diagram maken. Dus ik ga gedurende het proefje meten hoe groot de span spanning is geweest en ik ga ook meten hoe groot de REC is geweest. En dan blijkt dat bij staal je een, een grafiek eruit krijgt die er ongeveer zo, zo uitziet. Nou, wat wil dat nou allemaal zeggen? Je kunt in deze grafiek drie verschillende uh, gebieden uh, onderscheiden. En het eerste gebied, dat is de zogenaamde elastische vervorming. Dat uh, vindt plaats wanneer de spanning nog niet zo groot is. En dan zie je dat de rek mooi uh, even geleidelijk toeneemt als de spanning ook toeneemt. En wat is nu de grap? Als ik de kracht weer nul maak, dus de spanning weer uh, op nul zet, dan veert het voorwerp weer terug naar de oorspronkelijke lengte. Dat gaat goed totdat je komt aan de, de elasticiteitsgrens. Wanneer je verder gaat met je spanning dan die elasticiteitsgrens, dan krijg je dat het uh, voorwerp uh, vloeit, zoals men dat dan noemt. Hij wordt uh, een stukje langer. En uh, dat kun je ook zien in de grafiek, dat, dat is ook niet meer lineair. En op het moment dat je dat Hebt gehad, dan uh, noemen we het plastische vervorming. En dat houdt uh, eigenlijk in dat op het moment dat je de kracht nu weg zou halen, dat hij niet meer terugveert naar zijn oorspronkelijke vorm, maar dat hij uh, blijvend is vervormd. Maak je de spanning nog groter, dan zul je zien dat het materiaal uh, verder kapot gaat. De rek wordt groter. Op een gegeven moment krijg je de maximale sterkte, de maximale spanning die het voorwerp aan kan. Dat noemen we dan de treksterkte. En als de spanning nog groter wordt dan de treksterkte, dan gaat het voorwerp heel snel gaat die kapot en krijg je een breuk. En is ook jouw, jouw, jouw trekproef eigenlijk voorbij. Nu interessant is is dat dit spanning rekdiagram wel stofafhankelijk is. Als je dus uh, zacht ongelegeerd staal hebt, zoals je dat hier ziet, dan zal dat uh, elke keer wanneer je dit proefje uitvoert, zal het hetzelfde grafiekje geven. En die stofafhankelijkheid die wil ik ook nog zien met een ander uh, plaatje, waarbij je drie verschillende stoffen ziet die onder een uh, trekproef zijn getest. Het zijn uh, toevallig alle drie plastics. Maar toch zie je dat die uh, spanning reccurves van alle drie de stoffen enorm van elkaar verschillen. Oké, okay, hoe kunnen we dat nou allemaal in één getalletje gieten? Dat is natuurlijk wel interessant. Als dat kan, dan heb je ook echt een stof-eigenschap uh, waarmee je dan uh, iets kunt uh, in de vorm van rekenen. En, uh, dat kan. en dat kan door middel van een uh, nieuwe grootheid, de laatste grootheid in deze webles. En dat is, dat is de zogenaamde elasticiteitsmodulus. En uh, de elasticiteitsmodulus die is van belang in het allereerste stukje van uh, deze grafiek. Waarbij er nog sprake is van elastische vervorming. En dat is het gebiedje wat hier met het rode vlak is uitgelicht. Als we dit nou gaan vergroten en even rechts neerzetten, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Dus op de x-as heb ik de rek uitgezet en op de y-as de spanning. Je ziet dat dit een best rechte lijn is, totdat het op een gegeven moment gaat vloeien. En nu kun je ook van deze rechte lijn de stijlheid bepalen. En wat is nou het geval? Die stijlheid, dat is de grootheid-elasticiteitsmodulus. En de elasticiteitsmodulus heeft als afkorting hoofdletter E. Dus de elasticiteitsmodulus die kun je uitrekenen. Dus eerst een driehoek maken, een grote driehoek maken. Uh, want dat doe je altijd als je stijlheid bepaalt van een rechte lijn. En dan uh, is de stijlheid gelijk aan de spanning gedeeld door de rek. En omdat de rek geen eenheid heeft, zie je dat de eenheid van de elasticiteitsmodulus dezelfde is als de eenheid van de spanning. Het is een klein beetje verwarrend, maar het, het is niet anders. En, en de eenheid is Newton per vierkante meter. Nou, het mooie is dat je uh, die elasticiteitsmodulus in de binas kunt opzoeken, want het is een stof eigenschap, maar er is ook nog wel iets anders waar ik je naar op wil wijzen. En dat is um, hoeveel de grafiek rechts lijkt op de grafiek waarmee we begonnen, uh, namelijk de grafiek van het uitrekken van de veer links. En doordat we nu op de x-as niet hebben gekeken naar de uitrekking, maar naar de rek. En op de y-as niet hebben gekeken naar de kracht, maar naar de spanning. Hebben we eigenlijk de vorm van het voorwerp ondergeschikt gemaakt. En kunnen we dus kijken naar de stof waarvan het voorwerp gemaakt is. En uh, dit is nog de formule van uh, de veerconstante. Bij de veer hebben we dus te maken met een veerconstante die iets zegt over het voorwerp. Terwijl je bij een spanningsrekgrafiek. Te maken hebt met een stof en in dit geval van de stof staal. En die stof-eigenschap kun je opzoeken in BINAS bij de tabellen waarin je de verschillende stof van materialen kunt terugvinden.